Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van ATV COVID-19 Update. Ik doe het anders. Ik introduceer gelijk mijn gast voor vanmorgen. En dat is niemand anders dan mevrouw Virginia Assin Oosburg, meer bekend als Ferry Assin Oosburg. En mevrouw Oosburg is voormalig directeur van de SDPC, nou, Carva. En straks gaat ze uitleggen waar die SDPC voor staat. Maar waarom introduceer ik er meteen? Omdat we zonder mondkapjes dit programma doen. En het is belangrijk dat u uw mondkapje wel te alle tijden op hebt. Maar als u in een ruimte bent dat op tijd geventileerd wordt en de studio van ATV wordt op tijd geventileerd. Er is een deur daar die we open houden, zodat we ventilatie hebben. En we hebben 2 meter afstand van elkaar. Daarom doen wij het zonder mondkapjes. Dus dan bent u geïnformeerd en dan weet u waarom we dat doen. Want sommige mensen denken van, hey, ik heb deze dames gezien zonder mondkapjes, dus ik hoef mijn mondkapje niet op te zetten. Nee, dat moet u wel doen. Want in 9 van de 10 gevallen staan mensen dicht op elkaar. En dan is het beter dat u beide beschermd bent. U bent beschermd en degene in wiens omgeving u bent, is dan ook beschermd. Dus, ATV COVID-19 Update. In dit programma brengen wij u inzichten, we geven u adviezen en updates van de COVID-19 pandemie. Die niet alleen de wereld, want het is eenmaal een pandemie, maar ook Suriname in haar greep houdt. Op dit moment is het aantal COVID-19 positieve gevallen 1893. Heel veel. Maar daarvan zijn er 639 actieve gevallen en 1227 personen zijn gelukkig genezen verklaard. En jammer, maar we hebben helaas 27 doden te betreuren. Dus nu gaan we naar onze gast, mevrouw Virginia Assin Oosburg, met wie we gaan praten over de laatste ontwikkelingen in de COVID-19 situatie. Mevrouw Assin, welkom. Goedemorgen, dank u. Oké, ik heb alvast aangegeven dat van de mondkapjes. Hè? Kunt u even het belang aandikken van het dragen van een mondkapje? Ja, natuurlijk, heel graag en ik ben heel blij om de manier waarop u bij de introductie meteen heeft aangegeven hoe het komt dat wij hier staan zonder een mondkapje. Ja. En ik hou voor de zekerheid mijn mondkapje even zo voor. Omdat bij het binnenkomen ik mijn mondkap op heb. Ik heb mijn mondkap al die tijd opgehad. En pas toen we plaats hadden genomen en we de afstand hadden kunnen bewaren. Niet alleen tussen u en mij, maar ook tussen de cameraman en de mensen die om ons heen werken. Heb ik mijn mondkapje afgezet. Juist. Omdat het beleid van gezichtsbedekking, dat is een gouden regel. Daar kan niemand aan tornen. Dat is echt iets waarbij we moeten proberen om ons strak te houden aan de regels. Okay. Waarom dik ik dit aan? Omdat het hebben van gezichtsbedekking belangrijk is om ervoor te zorgen dat als ik bijvoorbeeld exposed zou zijn en ik zou misschien COVID hebben, en ik zou heel dicht bij u staan, terwijl ik praat, of als ik onverhoopt zou hoesten of wat dan ook, zou ik u daarmee kunnen besmetten. Dus het is een bescherming die ik aan u bied. Yes. En daar kan niemand aan tornen, want je kan het niet op je geweten hebben dat je iemand ziek maakt, willens en wetens. Mm-hmm. En ik denk dat het ook goed is voor de kijkers en luisteraars om te weten dat voordat we het besluit hebben genomen om het interview zonder een mondkap te doen, hebben we alle zaken in nagetrokken. Ja. Toch, we hebben gekeken, kunnen we de afstand bewaren? En de afstand is erg belangrijk, omdat we weten dat die druppel maar een bepaalde afstand kan overbruggen. Ja. En een afstand van meer dan 2 meter gaat het niet kunnen overbruggen. Mm-hmm. Omdat de kracht waarmee het uit je mond komt, dat is echt niet zo'n kracht dat als ik hier zou staan, ik bij u terechtkom. Precies. En zelfs als ik moeite zou doen, hoor, en ik zou het tot een wedstrijd maken, en ik zou zeggen, mevrouw Boetius, laat me kijken hoe ver het komt, okay, dan nog zou dat niet lukken. Maar we weten ook dat er gesproken wordt over aerosolia's. Dat zijn luchtbelletjes waarin het virus zou kunnen zijn. En daarvoor is het belangrijk dat we ook de ventilatie noemen. Ja.
En daarom zeg ik, ik ben blij met de manier waarop u de introductie heeft gedaan. Want we hebben al deze dingen nagelopen. Is er een goede ventilatie? Is er een goede sanitatieafspraak? Dat niet alleen wordt schoongemaakt, maar ook wordt ontsmet. Ja. Toen ik bezig kwam, binnenkwam, is het eerste wat die jonge man me zei. Nou, we hebben hier net voor u ontsmet. Ja. Dus we weten dat we ons hebben gehouden aan alle regels die we moeten houden. Helemaal. En waarom is het belangrijk dat mensen hun gezichtsbedekking ophouden? Je begeeft je in de maatschappij. Ja. En in zo'n situatie is het heel makkelijk om de afstand te bewaren. Maar als je loopt op straat, in de winkel, mensen passeren je dichtbij. Je bent in de winkel, onverhoopt komt iemand langs je. Je moet hoesten, je moet sniezen. Je bent nooit snel genoeg om je maskertje op te zetten, om je gezichtsbedekking op te zetten. Precies. Dus de preventie eist van ons dat we wel onze gezichtsbedekking op hebben. En dat het hebben van al die maatregelen, de handhygiëne, de afstand en de mondkap, is dat je alle maatregelen die jij als persoon kan treffen om jezelf te beschermen, maar ook de anderen te beschermen, die moet je in acht houden. Ja. En dan kan je natuurlijk ermee gaan spelen. En dat is gevaarlijk. Je moet alleen maar ermee kunnen spelen wanneer je 100% zeker bent dat alle maatregelen die getroffen moeten worden om ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld, zoals nu kan zeggen, even de mondkap niet, dat die in place zijn. En dat is belangrijk. Ontsmetten van de omgeving en een goede ventilatie en een afstand waarvan we zeker zijn dat geen enkele druppel tussen ons beiden kan treffen. Maar ik zag een filmpje, want je weet, social media is the next thing nu. Oh, daar moeten we echt tegen op vechten soms. En ik zag een filmpje waar ze zeggen, die aerosols, die kunnen in de lucht hangen en kunnen ook via je neus ingeademd worden. Dus dat kan ook. Ja, daarom heb ik het genoemd. Maar daarvoor is het belangrijk dat er goede ventilatie is. En de goede ventilatie betekent, kijk, het zijn lichtbelletjes, dus die stijgen op. Ja. En het is erg belangrijk dat je in een goed geventileerde ruimte zit. Wat betekent dat? In een studio heb je geen grote openslaande ramen. Maar wat je wel hebt, zijn deuren hier aan de achterkant. Ja. En je hebt ventilatoren. Dus jij zorgt ervoor dat door ventilatie en denk ook aan je aircondition systeem met goede filters. Dat je daarmee ervoor zorgt dat wat omhoog gaat, dat het ook wordt gefilterd. Door filters, de filters die worden nu getest natuurlijk. Ja. Maar dat je ook door te ventileren ervoor zorgt dat er genoeg verse wind door de omgeving gaat. Waardoor aerosolia's die blijven hangen, zouden kunnen blijven hangen. Er is nog steeds onderzoek daarover. Okay. Hè? Dus laat me dat ook meteen zeggen. Maar dat er toch wel op gelet wordt dat toch wordt afgevoerd naar buiten toe. Okay. En bij de introductie stond er ook bij uw naam voormalig directeur van SDPC Carva. Ja. Waar staat dat voor? Ik ben in juli 2019 gepensioneerd. Formeel gepensioneerd van Carva. Carva staat voor de Caribbean Public Health Agency. Dat is een Caribisch instituut waar in principe er bestonden, heel vroeger bestonden er verschillende Caribische instituten. En de CARICOM-leiders hebben op een gegeven moment besloten dat het veel efficiënter is om gewoon al die instituten bij elkaar te zetten en een Public Health Instituut te maken. Dat is dus Carva geworden. En ik ben tot en met juli 2019 ben ik van dat instituut de directeur geweest voor alle technische onderdelen. Wow. En SDPC staat, dus SDPC staat voor surveillance, dus de surveillance. Disease prevention, alles wat te maken heeft met preventie van ziekten, zowel chronische aandoeningen, communicable diseases, dus overdraagbare aandoeningen. Disease prevention en control, dat is natuurlijk alles wat te maken heeft met programma's, projecten, beleid, advisering van beleid aan ministers, advisering van beleid aan de CARICOM. Dus daarvoor staat surveillance, disease prevention en control. Dat is dus de hele technical scope of public health. U was dus een goede ambassadrice voor Suriname. Baya. Als directeur van het is me wel eens niet in dank afgenomen. Oh.
Omdat je kan het niet helpen hoor. Mm-hmm. Ik kon het niet helpen, echt. Okay. Omdat ik af en toe Suriname een beetje voortrok. Oh. Ja toch. Dus als er een project was of iets, dan vroeg ik altijd, mag ik even de lijst van de genodigde landen zien? En dan het eerste waar ik keek is Suriname. Oké, als Suriname op de lijst staat, oké. Oh, als Suriname niet op de lijst staat, zeg ik, how come Suriname is not on the list? Yes. You're not participating? Of een beetje subtiel, maar... En dan zorgde ik ervoor dat ik misschien 2 of 3 andere landen even tussendoor gooide. Maar Suriname moest erbij zijn, heel goed. Ja. Heel goed. Omdat we ook een goede naam hebben in het Caribisch gebied. Hè? Ja, we hebben een goede naam in het Caribisch gebied. En dan nu, die COVID-pandemie heeft de wereld in haar greep, ook Suriname. Wat vindt u van de ontwikkelingen in het kader van COVID-19? Suriname is niet anders dan de andere landen. Mm. Ik denk dat ik kreeg daar net van vrienden van me, van Duitsland, kreeg ik net een app waarbij de collega van me die woont in Duitsland aangeeft dat de maatregelen verscherpt zijn in Duitsland. Oh. Dus Suriname is niet uniek. We zijn niet anders. Mm-hmm. Het is te voorspellen geweest dat er tweede en derde golven konden zijn. Het is ook te voorspellen geweest dat stijgingen exponentieel zouden kunnen zijn. En, maar tegelijkertijd zijn er ook door al die internationale organisaties suggesties gedaan over wat je zou kunnen doen en hoe je het zou kunnen doen om ervoor te zorgen dat jouw land niet in de problemen komt. Mm, ja. En dat jouw gezondheidssysteem niet zodanig overweldigd raakt. Wat we hebben gezien bijvoorbeeld in Italië, in Zuid-Amerika. Maar dat jouw systeem het aan kan. Mm-hmm. En we houden van cretologie. Dus op een gegeven moment was een van de kreten flatten the curve. Mm-hmm. Of ze nou begrepen wat het betekende of niet. Ik denk hier maar iedereen realiseerde echt, zich, wacht even. Ja. Als het zo moet gaan, betekent het dat we niet zo gaan. Ja. Dus, maar dat zijn dan maatregelen die je moet treffen. Die nodig zijn om ervoor te zorgen dat jouw systeem niet overweldigd raakt. Ja. Kijk. Het zou een utopie zijn om te zeggen, het komt niet hier. Mm-hmm. Het zou ook een utopie zijn om te zeggen, nadat we die eerste 10 gevallen hadden. We're done with it. Mm-hmm. Is afgelopen, we krijgen het niet meer, we zijn veilig. Dat zou ook een utopie geweest zijn om te zeggen. En vandaar dat het belangrijk is dat we ons realiseren dat die maatregelen die nodig zijn, dat die ook zodanig worden vertaald dat je erger voorkomt. Ja. Ja. En in principe waar die maatregelen, een klein beetje, eigenlijk de hoofdreden voor die maatregelen is, je moet achter het virus aangaan. Alles wat je kan doen om ervoor te zorgen dat jij het virus vooraf bent. Daar komt het een beetje maar op. Kan dat, want vooral omdat er nu gezegd wordt, het is vrij nieuw. Ja. Dus, en er is geen vaccin. Mensen zijn nog steeds bezig te bestuderen. Dus hoe kan je het dan een stapje voor zijn? Het is vrij nieuw, klopt. Daarom hebben we ook geen blueprint. We hebben geen, het is niet dat je gaat en je zegt, ik ga dit halen, want dat heeft al gewerkt daar en het heeft afdoende gewerkt. Nee. Want zelfs in landen waar het afdoende heeft gewerkt, zien we dat er tweede golven zijn. In Duitsland komt een tweede golf aan. Ik hoor van collega's in Nederland dat die nou met hand en tand bezig zijn om een tweede golf zoveel mogelijk terug te dringen. Dus dat hou je niet tegen, dat is erg belangrijk. Maar wat er wel belangrijk is, is dat jij die dingen doet, in elk geval die maatregelen treft, mm-hmm. die gelden voor jouw land. Mm-hmm. En daarvoor is surveillance erg belangrijk. Okay. Daarvoor is epidemiologie erg belangrijk. Epidemiologie, en eigenlijk is het dagelijkse epidemiologie, wat ze noemen veldepidemiologie. Dat is belangrijk omdat elke dag het jou kan laten zien waar het virus is geweest. Mm-hmm. Dus als je weet waar het virus is geweest, dat zie je aan je positieve gevallen. Ja. Dat zie je aan de locaties waar de positieve gevallen zijn geweest. Als je weet waar het virus is geweest, dan heb je en je algemene maatregelen, de gouden regels die we allemaal kennen. Mm-hmm. Maar je gaat je maatregelen dan ook toespitsen
op die plekken waar je de gevallen hebt gevonden. Ja, die noemen ze de haarden. Hè? Dat zijn de haarden, dat zijn de focusgroepen. Mm-hmm. En dat zou je kunnen vinden. En wat we in Suriname steeds hebben kunnen doen met het team dat daarop zit, is dat ze steeds toch hebben gevallen hebben kunnen terug pinpointen naar wat ze noemen clusters. Mm. En dat maakt het iets beter beheersbaar. Okay. Het gevaar ontstaat dat wanneer het all over the place is en je niet meer weet. Ik weet niet of u hebt gezien dat tegenwoordig de COVID-19 informatie nou ook de verschillende districten geeft. Ja. En dat is veldepidemiologie. Hè? Dus je weet elke dag hoe het zit met waar jij woont. Juist. Dus ik, als ik zie, ik ben van Wanica en ik zie de gevallen in Wanica gaan omhoog, dan moet ik voor mezelf al beginnen te weten, ik moet nog meer thuis nog blijven meer. Dan voorheen. Precies, okay. Precies. Ja. Maar dat moet ook uitgelegd worden, mensen moeten gefaciliteerd worden. Je moet het niet alleen aan mensen overlaten, dat, omdat je ze hebt gezegd dat ze dat gedrag hebben. Maar je zou ook die dingen moeten doen om mensen te helpen, te faciliteren, dat ze het gedrag kunnen hebben. En nu hebben we laatst de minister van Volksgezondheid gehoord die zegt, want de bussen rijden niet, want er zijn nog geen protocollen. Dus, maar toen was er iemand van een organisatie die zei van, kijk, als de bushouders zich aan die en die en die regels houden. Dus wij gingen ervan uit, dat zijn de protocollen. Maar dat zijn ze niet, zegt de minister, dat waren tips. Dus er is een verschil. Er is een verschil tussen tips, het noemen van maatregelen en het maken van protocollen. Mm-hmm. En het blijft ook niet bij het maken van protocollen. Okay. Laat me, u vraagt specifiek, dus protocol. Ja. Een tip is als ik hier sta en ik vrijblijvend zeg, weet je, laat me je een kleine tip geven. Yes. Zorg ervoor dat je mondkapje, je moet je houden aan een gezichtsbedekking. Zorg ervoor dat je gezichtsbedekking altijd bij je hebt. Sommige mensen hangen het aan hun oor. Als je in de auto alleen bent, hang je het aan je spiegel. Yeah. Dat is een tip. Mm-hmm. Toch? Dat geef ik je een tip. Yes. Een maatregel is, zoals het land heeft aangekondigd, de maatregelen voor Suriname voor COVID-19 voorkomen, preventie en protectie is het dragen van een gezichtsbedekking, houden van afstand, handhygiëne, ventilatie. Dat zijn maatregelen. Okay. Die moeten nou vertaald worden met die tips in een protocol. Een protocol geeft standaardisatie. Okay. Dus je gaat nou de standaarden zetten. En zoals wij net hebben genoemd, al die dingen die wij nagelopen zijn, check, 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 check. Mm-hmm. Dat zijn de standaarden voor ATV. Ja. De standaarden voor ATV, en dat zeg ik nog vrij vertaald, want ik heb jullie standaarden niet gezien, dat kan ik niet zeggen als zodanig. Maar bij wijze van spreken, welke standaarden heeft u net aangehouden? 1. De gouden regel voor ATV is gezichtsbedekking, afstand en handhygiëne. Ja. Als jij jou niet eraan, hoe moet jij je eraan houden? Die jonge man ontvangt me met zijn mondbedekking. Ik met mijn mondbedekking. Mm-hmm. En hij legt me uit dat handhygiëne daar is aan gedacht. Ja. Door ook ervoor te zorgen dat de oppervlakte schoon zijn. Ja. Hoe ga je met een mondgezichtsbedekking, een gezichtsbedekking om? Mm-hmm. De gouden regel is, die gezichtsbedekking hou je op. Wanneer kan jij jouw gezichtsbedekking afhalen als de ventilatie gegarandeerd is en als meer dan een bepaalde afstand? Dan beginnen we al te gaan naar protocollen. Okay. Dan maak je standaarden. Jij gaat nou voor jouw organisatie standaarden maken. En jullie hebben Ruben heel vaak in jullie programma gehad. Ja. My dear friend en collega. Met die ben ik heel veel in gesprek over hoe zouden de standaarden eruit moeten zien voor bedrijfsvoering. Mm-hmm. Want wanneer je nou een protocol hebt gemaakt, dan daarom zei ik, het protocol gaat, het blijft niet bij een protocol. Ja. Dan moet je nou de standaarden, wat zijn de standaarden, waar houden wij ons aan? Mm-hmm. Dat zijn onze regels. Maar dat moet ook verder verwerkt worden in hoe worden ze in de op, hoe worden deze standaarden via procedures operationeel gemaakt. Ja. Vandaar dat naast een protocol je nou moet hebben standard operating procedures. Oh, dat zijn je SOP's.
Aha. Waarbij in jouw SOP, en dat moet bekend zijn bij iedereen, ja? Goed gecommuniceerd, iedereen moet ze kennen. Want iedereen moet weten, als een bezoeker komt, wordt de bezoeker bij de deur ontvangen, gecontroleerd dat je temperatuur, dat hebben ze gedaan toen ik binnenkwam, ja? Ja. Temperatuur laten zien, 36 punt zoveel, ik had mijn gezichtsbedekking op, kom binnen, ontsmetten, je komt verder binnen, ontsmetten hier. Dat zijn dan de standaardprocedures. Iedereen weet op welk moment moet ik wat doen. Ja. En dat is faciliteren van het gedrag. Ja. Ja. Waardoor het nou voor de mensen makkelijker wordt om zich te houden. Want het is niet alleen jouw verantwoordelijkheid, maar het is ook de verantwoordelijkheid van de plek waar jij vertoeft. Ja. En dat wordt neergelegd in standard operating procedures. Okay. Dus bijvoorbeeld voor die bussen moet er dan ook zo'n protocol gelden van voordat je instapt, ja, doe je dit. En als je binnen zit, in die bus zit, dat. Ja. Vastgelegde dingen. Ja. Dus niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Nee, daarom zijn het standaarden. Mm-hmm. En waarom is het belangrijk dat je ze vastlegt in protocollen? Mm-hmm. Omdat het bekend is, het zijn protocollen waar iedereen zich aan houdt. En het is uniform. En iemand hoeft zich niet af te vragen, oh, Tim, ik ga je naar bus, die is Samim doen. Maar Tim, ga je naar bus, dat is Samim doen, want Rasani. Yes. Iedereen weet, wie soort bus je tekie. Wie soort boto je rij. Oké. Overal is het hetzelfde. Hetzelfde ook met een taxi. Ja, ja. En ik kan natuurlijk ook meegeven, en het is ook trouwens bij u bekend, ja, dat de Rotary, ik ben hier in die hoedanigheid, maar ik ben Rotary en dat kan ik niet helpen. Mm-hmm. De Rotary heeft zich ook hard gemaakt om samen met BOG te helpen om dit soort protocollen te ontwikkelen. Maar duurt het lang voordat die protocollen tot stand komen? Want nu zijn we al een paar maanden verder en nog steeds hebben we dan nog steeds geen protocol. Duurt het lang? Ja, ja, het duurt lang. Mm-hmm. Het duurt niet lang omdat ze er misschien al in januari hadden moeten zijn. Mm-hmm. Het duurt lang omdat wij doen terwijl wij leren. Wij doen terwijl wij nieuwe gedragingen aanleren. Ja. Dus het duurt lang, maar kan je iemand kwalijk nemen ervoor? Ik zou geneigd zijn te zeggen nee. Mm-hmm. Natuurlijk wil je dat het sneller gaat en misschien zijn er ook mogelijkheden om het sneller te laten gaan. Zelf ben ik een beetje ongeduldig. Mijn bijnaam in het verleden is geweest Miss Wanting Wanting. Ja. En mijn stafmembers van Volksgezondheid die me dit horen zeggen zullen nou lachen. Mm-hmm. Ik ben Miss Wanting Wanting. Wanting Wanting. Erachteraan, kom op. Ja. We hebben geen tijd, no precies, time to lose. Achter elkaar. Want we zien dat mensen nu allerlei gekke dingen doen, want ze denken, hé, die cijfers schrikken ze niet eens meer af. Nee. Ja. Integendeel, wat je kreeg met die cijfers, en ik heb afgelopen zaterdag met een groepje jongeren zitten praten, want mm-hmm, ik ben gepensioneerd, maar ik doe nog wel leuke dingen. Ah, en een van de leuke dingen. Gepensioneerd. Een van de leuke dingen die ik doe is bijvoorbeeld ook met jongeren bezig zijn op een andere manier. Meer als een mentor. En een van de onderwerpen was dus dit. Ja. En waarom schrikt het ze niet af? Ze kregen nou het gevoel van oké, toen het maar een paar gevallen waren, dan dacht ik het is een ver van mijn bedshow. Maar nu weet ik niet, het kan precies naast me zijn, dus man, if you kiss him, kiss him. Precies. En dat is dan mijn ingang om ze te zeggen, dat is de reden dat die dingen stijgen. Ja. Ja, if you kiss him, you kiss him, maar enough kissing. Enough kissing. Maar die kiezing heb je niet alleen jezelf in een probleem gezet, maar je zet je omgeving in een probleem. Ja. Dus dat is. En dan maak ik gebruik van die gelegenheden om een beetje op ze in te praten, uit te leggen. En te zeggen, wanneer jij nou in jouw omgeving bent, vertel hetzelfde ook door. Oké. Okay. Mevrouw Assin, we zouden uren door kunnen gaan. Maar gelukkig, u heeft ons echt bruikbare informatie verschaft. Nu weten we wat het verschil is tussen tip, maatregel en een protocol. Ja. En nu, we gaan u weer uitnodigen, hoor, want we gaan inderdaad ook misschien echt op de jongeren moeten focussen. Ja. Want die hebben echt zoiets, ik wil lekker feesten, er is niks aan de hand, terwijl er wel veel aan de hand is. Ja. En als we zo doorgaan, dan gaan we naar paars. Hè? Dat is waar. Dus dat we moeten dat voorkomen. En waarom die jongeren belangrijk zijn, kijk, en dat is een discussie die ik een paar weken geleden heb gehad met iemand anders, mm-hmm, die ook vond, ja, maar
die jongeren krijgen het toch niet. Waarom moeten we ons daar zo druk over maken? Ik zeg ja, 80% krijgt het niet, maar het is wel die 80% die maakt dat die 20% het krijgt. Absoluut. Omdat binnen die 80% heb je die mensen die toch wel misschien symptomen hebben. Oh, je hebt symptomen, maar je bent niet ziek. Ja. Maar dan ga je nou naar huis en je gaat bij oma. En dan, ja. En we hebben die gevallen gehad. Absoluut. Ja. Nou. Maar de tijd is echt niet onze bondgenoot. Mag ik u heel hartelijk bedanken voor uw komst naar de studio. En ik hoef het niet te zeggen, want ik weet dat bij u zeker safety first is. Always. Always. Heel hartelijk bedankt. Graag gedaan. Kijkers, zo zijn we gekomen aan het eind van deze aflevering van COVID-19 Update. Heel interessant was dat om te praten met mevrouw Ferry Assin Oosburg. En we kunnen zien dat ze een regionaal orgaan leiden, want u heeft het gehoord. Hè? Heel veel kennis zit daar en we zijn blij dat ze die kennis vandaag met ons heeft gedeeld. Voor u zeg ik, let goed op uzelf. Heb een veilige dag. Hè? En denk eraan dat wanneer u bijvoorbeeld uw mond- en neusbedekking op heeft, dat het niet alleen voor uzelf is, maar voor de omgeving. En dat we met z'n allen eraan kunnen werken dat deze verspreiding toch wordt ingedampt. Want die cijfers stijgen, maar mensen doen alsof er niks aan de hand is. Er is wel iets aan de hand. En met z'n allen zijn we er verantwoordelijk voor dat zaken teruggedrongen worden. Dus laten we er samen aan werken. En dan zeg ik, be safe. We zijn er donderdag weer met een andere aflevering van COVID-19 Update. Tot dan. Goeiedag.